them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free. Met de poes terug. Ja, dat is het sleuteltje. Met het rode ding. En dit is mijn hele stukje, dat gaat op mijn stok, want mijn stok kan ik opvouwen. En ja, zo makkelijk een stok heb ik. Dus ja, dan gaan we naar de zomer en ik heb mijn mobiel bij me. Nou, jullie zien het al wel weer. Ja, bij de zomer. En daar hebben we onze Ellie. Hoi. Ik ben aan het vloggen. Gefeliciteerd, Flappert. Nou, lieve vrienden, ze is zondagjarig, dus feliciteer haar maar. Zo, lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is weer een nieuwe dag, al lang al. Ja, het is vandaag, wat voor dag is het eigenlijk? Donderdag, de 30ste van de 3e 2023. En we leven alweer reeds om 4:15. Ja, het is laat dat ik de vlog open, de dag open, samen met jullie. Mijn dag was al lang al open, enkel ik kom net pas beneden, want ik ben goed ziek geweest. Wat ik een keer, ja, Joost mag het weten, ik ging naar de wc om een grote boodschap weg te brengen. En dat was eerst normaal, maar ja, laten we het er maar niet over hebben. Het werd in ieder geval dunner. En misselijk, en ik had enigszins hoofdpijn, maar niet erg. Mijn buik en mijn rugpijn, dat was vele malen heftiger en ik was ook misselijk erbij. Nou, mijn kruik was nog warm van gisteren uit, tenminste vannacht. Dus ja, die weer onder, weet ik van waar, die ergens lag, ergens aan het voeteneind. Weer naar boven gehaald in mijn buik. Maar hij was toch niet warm genoeg. Ik heb op een gegeven moment een nieuwe kruik klaargemaakt bij mij de buiten in de tuin. En ja, die hete kruik eerst tegen mijn voeten, want ik was ook door en door en door koud. Alsof ik op de vloer had gelegen, bij wijze van. Lag ik niet. Maar ik was gewoon zo koud. Ik was ook helemaal verkrampt. En mijn vingers stonden zo. Ik denk, nou, wat dit allemaal is. Ik weet het niet hoor. Maar in ieder geval, ik heb die hete kruik eerst tegen mijn voeten aangelegen. Zodat de warmte naar binnen stroomt. En later tegen mijn pijnlijke buik aan. En later in mijn rug. Nou, ik ben heel eind opgeknapt. Het zit nog een klein beetje in mijn nek. Nou ja, dat gaat ook wel weer over. Ik heb er magnesiumolie op gesmeerd. Dus ik hoop dat dat overgaat. En ik heb ook zelfs medicijnen in moeten nemen, want ik was echt goed ziek. Ja, ik ga nou mijn meisjes uitlaten, want ik moet ook rap boodschappen nog doen. Nou, het is donderdag, winkels zijn ook sowieso langer open. Dus ja, het komt allemaal wel goed. En de kruidenier wil ik zeggen, ja hoor. De supermarkten zijn sowieso tot 9 uur open. Ja. Dus ik ga eerst gewoon de meisjes uitlaten en die gaat mee. Dus ja. Ik ken altijd ergens, weet ik veel waar, vloggen. Ja toch? Komt allemaal goed. Maar ja, ik vergeet jullie ook welkom te wensen, geloof ik. Nou ja, welkom. Ja, jullie zijn gewoon bij mij, bij Corinne en de Beekse Boulet. Ja. En zij is zo lief, hè. Ik ben haar zo dankbaar. Die was stout. Tegenover Kandalf. Ja. Kandalf kan niet een pootje verzetten of het is naar happen en grommen en doen. En dat moet ze laten. Ja. Wat verdikkie. En er zit een duifje, tenminste, ik meen. Mag ik even door, schat? Ik zag wat landen, ja. Hoe vliegt die weg? Of zij? Op de lantaarn. Kijk, ook een koppeltje. Ik weet niet of jullie het zien. Op de lantaarnpaal. Een koppeltje. Nou, dat vind ik nou mooi, hè?
Daar ben ik gek op, houtduifjes. En ook die mooie sierduifjes. Ja, jullie staan er gekleurd op, lieverd. Ja, hoe? Oh. Wat wazig. Ja. Knopje weer zoeken. Weer uitzoomen. Zo. Ja, dat vind ik nou gewoon super. Ja, dan moet ik weer achteruit. Ja, dat vind ik nou gewoon mooi. Ja, vogeltjes in de tuin, bij de tuin, behalve kraaien, die mogen wegblijven. En meeuwen ook, want die zijn mij weer te groot, ja. Het duifje wat dood in de berm lag, waar ik eigenlijk heb om moeten huilen eigenlijk, was ook een houtduifje. Die heeft er een halve week er ongeveer gelegen en aangevreten door andere dieren. En dan kijk ik zo meteen tegen. Ik weet wel, het is de natuur. Maar, laten ze dat in het bosje doen, dan zie ik het niet. Maar hier zie je het. En er waren meerdere mensen die begonnen te klagen van, moet dat nou zo hier blijven leggen? Ja, kennelijk. Maar je mag het ook zelf opruimen, in een zak doen, meenemen en in de groene bak gooien. Nou, dat is ook iets wat ik niet over mijn hart kan verkrijgen. Nee, niet in de groene bak. Je begraaft toch. Je eigen huisdier doe je dat toch ook. Je begraaft het of je brengt het naar de crematorium. En dan krijg je het as thuis. Dat heb ik toch ook van mijn diertjes. Even mijn mannetje. Even. Je gaat je... Nou ja, breek me de weg niet open. Jullie begrijpen me wel. Ja. Nou, lieve vrienden, geniet van alles. Met wat jullie doen. Maar geniet een beetje met ons mee. Dank jullie wel alvast. En... ik heb al een aantal keren gevraagd, wat vinden jullie van mijn gedichten? Ik wil dat zo graag eens weten, wat jullie van mijn gedichten vinden aan het einde van de vlog. Het heeft ook altijd met iets wat in de vlog voorkomt te maken. Dus ja, kom op, vertel mij dat. Wat vinden jullie ervan? En laat het even weten in een... Leuk commentaartje, hè? Ja, reageer daar eens op. Zou ik best graag willen weten. Dus ja, lieve vrienden, geniet. En geniet gewoon een beetje met ons mee. Doei! Zo, lieve vrienden, ben weer thuis met de meisjes. Ben al naar het kleine kamertje geweest. En nu ga ik dus... met de booster weg. Ja, dat is het sleuteltje. Met als wat een. En dit is mijn hele stiekje. Dat gaat op mijn stok, want mijn stok kan ik opvouwen. Ja, zo makkelijk een stok heb ik. Dus ja, dan gaan we naar de zomer. En ik heb mijn mobiel bij me, dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en tot straks. Nou, jullie zien het al wel weer. Ja, bij de zomer. En daar hebben we onze Ellie. Hoi. Ik ben aan het vloggen. Gefeliciteerd, Flappert. Nou, lieve vrienden, ze is zondagjarig, dus feliciteer haar maar. Leuk. Ik moet dat lege vestje inleveren. Dus dat gaan we eerst even doen. Zou die kar even weg mogen, alsjeblieft? Kijk, en dat wordt netjes even door de gedaan. Ja. Ik ben gelijk even aan het vloggen hoor. Zegt u? Ik ben aan het vloggen. Oh. Maar ja, niet iedereen wil erop. Ellie, collega, wilde wel op. En er is gewoon een chef op geweest. Dus ja. Oh ja. Dat... Het is maar net of je wil. En als je minderjarig bent, onder de 18, moet je nog toestemming van je ouders hebben. Ja. Nee. Maar ik ben een vlogster. Zit je wel op YouTube? Mm-hmm. Ja? Corine met IE en de beestenboer. Want ik heb twee honden en een kat. Oh, ik kom nu bij mij terecht en dan zie je ook de zomer. Kijk, oh, daar is Ellie. Kijk, Ellie wilde wel op. En dus. Ik ben zondagjarig. Kijk, mag ze maar feliciteren. Oh, ja. Gefeliciteerd. Ja. Ja, je heeft een mooie camera. Ja, maar dan heb ik thuis nog een professionele vlogcamera. Dit is mijn mobiel. Kijk eens, ja, kijk maar.
Leuk. Ik heb een iPhone, dat doet deze. Leuk, hè? Echt gaaf vind ik. Ja. Ja, nou ja, Corina met IE en de Beestenboek op YouTube. Vind ik echt heel leuk. Leuk. Ja, vind ik leuk. Nou ja, en zo doe ik mijn boodschappen. En bij de kassa ja, heb je weer beide handen nodig. Leuk. En dus, nou, doelidokie. Doei doei. Afgestopt. Ik had weer eens een keer ruzie met zo'n kring. Ja. Waar heb ik nou daar geen ruzie mee? Is het niet hier, dan is het wel bij Big Bazaar. Maar ik heb altijd ruzie met die dingen. Nou, naar de lege flessen. En daar hebben we een beveiliger, net zoals Roderick is. Ja, helemaal leuk. Nou, dan moet ik mijn accu's weer besparen. Dus hup. En dan moet ik die tas even naar voren hebben. Nou, even de code opzoeken. En mezelf opschuiven. En dan mag dat in dat gat. Hup. Volgende patiënt. Code. Daar. En die gaat ook goed. De volgende. De code opzoeken. Daar. Dus, voilà. Weer de code opzoeken. Ja, gaat er ook heen. Ja. Gaat er ook in. Ik voel hier ineens een wind komen. Bah. Hup. En de laatste. Hup. Oh, die komt weer terug en die ziet hij niet. Nou, kijk eens aan. Uitbetaling. Ja, dankjewel. Hup, daarin. Zo. Nou, tas weer naar voren. Dat ding weer naar voren. En dan ken ik hem weer. Aandoen. Kijk, en nou is hij weer vol. Net miste ik al een streepje. Ja, ben je hier nog maar net binnen. En nu? Gaan we hier weer naartoe. Ja. Dat weet ik even niet. Hier op. Hoi, schat. Ja, hierop, kijk. Die moet ik hebben weer. Eentje dit keer, want ik heb nog. En dan moet ik die hebben. Die gele. Ja, niet die hele gele, die ernaast staat. Want die andere is Bitter Lemon. En die moet ik maar niet hebben. Hup. Nemen we die. Zo. Nou moet ik poesen eten hebben, want ik ben met het laatste doosje bezig. Dus gaan we daar naartoe. Zoek gij één, die heb ik ook nodig, maar ik moet eerst een doosje voor hebben. En dan moet ik weer naar dit pad toe. Is dat hier? Ja. Kijk, Chris Oorn. Ja. Daar moet ik wezen. En het staat er weer een krat in de weg, weg, weg. Hij had nou vis, neem ik nou een andere. Hij is wel duurder. En die is goedkoper, neem ik die. Zo, staat er ook bij in de tas. Nou, ik raak de kluts kwijt. Ja. En dan komen we weer bij Ellie. Nog even mag ze trakteren. Hey, schat. Nou, je komt er nou regelmatig op de voor, hè? Ja, zo, die wil ik hebben.
zit er ook al bij in. En ik neem er twee mee. Want ik, Karin die komt ook weer in Den Helder. Dus ik weet niet wanneer ik weer tijd heb om weer wat. Wat ik ga eten weet ik nog niet eens. Ik ben vandaag ziek geweest. Ik ben vandaag ziek geweest. Ja, ik ben nog maar net uit mijn bed. Ik heb de meid uitgelaten gelijk hier naartoe. Je ziet er nog niet echt lekker uit. Nee. Een beetje rood neus. Ja, maar dat komt ook door buiten, hè? Ja. Hey, kom je toch morgen? Vandaag of morgen. Oké. Okay. Dus zou ik proberen en vandaag... Hoeveel kinderen heb jij? Hoeveel kinderen ik heb? Karin, Katja en ik heb een stiefzoon. Dus totaal vijf. Totaal vijf. Met mijn stiefzoon erbij. Oké. Okay. Leuk. Je al net gekeken, nee. Ja, hun keuze, niet die van mij. Nee, precies. Dat ligt in jou al bij. Nee. Dat moet je onthouden. Dat ligt in jou. Dat daar al. Maar in ieder geval, ik ga verder, want ik ben ook bezig, hè? Ja. Nou, doei schat. Alweer twee streepjes weg. Jeetje, Mina. Het is bizar. Kaars heb ik nodig. Ik heb geen kaars meer. Ja, ik moet kaars hebben. Zonder kaars ben ik geen mens. Dus dan gaan we hier naartoe. En nemen we er twee mee. Rood en groen. En die gaan er ook bij in. Ja, maar dan wil ik ook weer een kuipje hebben. Vind ik wel lekker voor de afwisseling. Ja. Dus dan gaan we een kuipjejacht. Wel een goedkope, het moet niet die dure. Nee, 2,49. Kijk. Even de leuning weg. 59 cent en 64. Die is op. 59. Ik moet geen sambal. Dat sowieso niet. Dus we nemen gewoon twee die mee. En die gaan er ook bij in. Ja, toppie. Twee zware hek nog wel. Dat is pas andere week aan de beurt. Ergens, somewhere. Ja, nou, even hier omheen. Eierenhek nog. Ik moet even nadenken wat ik wil eten. Ik weet het echt niet. Ja. Er is niet veel nieuws hier hoor. Wat is dat? Een dekbed overtrek. Ja. Nou, ik doe er nog een zak bij. Wat is zo? Chocolade. Wie is het zo'n grote zak? Ja, dat is 3,49. Lekker belangrijk. Het moet gewoon een keer kunnen. Straks mag het niet meer en kan het niet meer. Want dat wil Rutte niet meer. Iedereen raakt straks zijn auto kwijt, is zijn huis kwijt. Wat is dit? Wat is dat? Batterijen opladen. Geloof ik. Voor twee stuks. En die moeten in het stopcontact. Ja, en ik heb een batterij oplader. Voor dat kennen meerdere, nee. Maar ja, dit is ook nog wel eens handig erbij. Meenemen maar. Een cadeautje voor mezelf. Ja, en een zadel hebben we niks. Achteruit. Ja. Nou, dan gaan we weer die kant op. Buitenbezem. Dat gaat op outdoor broom. Ja, dat gaat met water en dan kun je...
Met de telescoop helemaal? Oh, wow. Ja, dat zal wel duur wezen. Dat zeg ik, 40 euro. Halleluja. Halleluja. Hoi, schat. Is er nog bruin brood? Niet wat ik wil. Nee. Witte puntjes heb ik niet nodig. Bruine bolletjes zijn ook op. En ik eet bruine bolletjes. Even kijken, even kijken, even kijken. En dan gaan we die kant op. Ik moet eerst bij het bruine brood kijken of er bruine bolletjes zijn. En dat is ook wit. Ook geen bruin. Jawel, 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 jawel. Kijk, nog één zak. Wauw, nog één zak. Zien jullie dat? Mooi, nemen we die mee. Gelijk aan het vloggen, hè? Je kent me. Ja. dan moet ik weer achteruit. En deze gaat zo verrekte rot. Huppetuppetup. Waar is je boot nou? Zeker. Waar is je boot nou? Weg. Heb je hem helemaal weggedaan? Ja. En wie heeft het nou gedaan? Weet je dat? Nou, ik denk dat die is gewoon volgelopen door de wind. Die heeft gewoon water ingekomen en zo kijk ik. Ja, maar andere bootjes niet, hè? Nee. Wat weer die van jullie. En ja. Begroten mij zo. En ook die van mijn dochter. Ze zegt, het is zo'n mooi bootje. Ik zie, ja. Ja, nou, dit was nu twee keer. Ja, daarom. Ja, het is niet anders. Nee. De volgende dag. Daarom. Nou, succes man. Ja, dat doe ik. Hoi. Even bij het gebak sneupen, even mij een lekker maken. Kijken of ik wat wil hebben, ja of nee. Nou, dan legt hij weer om. Iedere keer als ik denk aan een mokka gebak, dan legt er eentje om. Dat is zo niet leuk, hè? Nou. Nou, laat maar. Daar. Nou, dan komen we hier bij... Nou ja, de troep, wat ik niet moet. Ja, wat ik lekker vind als dit. Maar ja, geef mij maar gewoon een echte hamburger. Dat vind ik helemaal lekkerder dan die troep. Dan dat er bah, 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 bah. Lekker bek met saus, hoeveel zit erin? Kanonnen. Dat is mijn tevreden. Die zijn ook duurder geworden. Een hele makreel, 3,29. Ik weet niet wat ik eten moet ook. Hoog zit vast. Ja, ook dat gebeurt wel eens, hè, dat je vast zit. Gaan we hier even kijken. Bietenstampot. Nee, ik moet geen bietenstampot. Ik eet liever mijn bieten zo. Netjes met spruiten. Dat vind ik zo eeuwig zonde van mijn groenten. Het zal wel lekker wezen, maar ik heb het liever zo. Ja. Met een siepeltje er doorheen. Veel lekkerder. Het is allemaal zo duur ook, hè? En ik ben niet zo gek op lasagne. Nee. Ben ik niet zo gek op.
dat? Bipangang. En dan moet je nog weer Bami erbij hebben, of weet ik veel wat. Ja, zoiets dergelijks. Daar is ook niet al te veel bij. Jeetje Mina, wat is hier? Kijk, hoor, dit zijn ook boomstammetjes. Ik weet niet of je het ziet, dat zijn ook boomstammen. Of boomstammetjes. Ja, dus dan weet je dat even, hoor. Speciaal even voor jou. Ik heb ze nou niet nodig, geen zin in. Komt u maar hoor. Oh. Ik dacht dat ik door moest. Maar nee, ik zie aardbeentjes. Ja. Ja. Pa-pa-ra-pa-pa. Oh, wat doe je? Worteltjes, een euro. Weer los. Ja. Je moet er ook wat zin in hebben. Ik weet het niet. Ja, maar dat is weer zo'n grote pot, hè. Ik heb wel ergens zin in, maar dat is gelijk weer zo'n grote pot. Het kost 3,19, maar ja, daar heb ik meerdere dagen aan. Kijk, die van Hak. Deze bedoel ik. Een bonenschotel Mexicaas. Ja. Ja. Dat is lekker. Nou, dan moet ik het wel in weten te krijgen. Ja, en dat wil even niet. Dus die gaat even daar. Dan armleuning omhoog. En dan ga jij even ook naar voren. En dan gaat de kaart die kant op. Kuikjes. En dan ga jij ook even aan de kant. Moet eerst die pot hebben. Zo. En dan kan die er weer bij. Zo, even weer goed zitten. Ja, dat is lekker. Tijd niet gehad. Eeuwen niet. En het is nog steeds wel het weer ervoor, hè? Ja. En als ik het zelf ga klaarmaken, ben ik ook meer kwijt. Want dan moet je paprika kopen, je moet dit kopen, je moet dat kopen, je moet zus kopen. Ik ga zomaar door en nou is kant en klaar. Dus ben je goedkoper uit. Vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ha! Hoi. Nou, dacht dat ik ongeveer er wel was. Hè? Ik mag op camera. Ik was daar niet. Ik mag op camera als je dat niet weet. Oh! Nee, dat wist ik niet. Nou, ja, toppie. Dank je. Ja. Ja, la 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 la. Hoi. Oh, het is wat.
Nou, ja, dan neem ik, hoe heet dat, die mergpijpjes mee. Die zijn ook lekker. Ja, tof. Wat is dat? Sticky mustard? Dit is dan weer een sticky mustard. Nou, het zal. En ik zoek al, ik weet niet hoe lang, naar gewoon een lekkere ouderwetse pyjama. Gewoon een broek met een dingetje erbij, een truitje erbij. Ja, en niet te vinden, hè. En dat zal naar de Wibra of Veeman moeten, denk ik. Ja, dat is bizar, hoor. Nou, dan gaan we naar de mergpijpjes. Ja, toch? Zo simpel. Gaan we hier weer heen. Oh ja, mijn kok even hebben. Ja, ik vergeet u wat. Ja, zie je, ik vergeet u wat. Ik moet. Bij welke kant nou? Weet ik niet. Moet ik hier wezen? Ik weet het niet. Ja, hier moet ik wezen. Kijk, Rizon. Die hebben we ook weer nodig. Is het niet voor mezelf, dan is het alweer misschien voor een ander die het ook draagt. Ja, toch? Kijk, maar je moet zich altijd in huis hebben, vind ik. Nee, snoepjes haal ik voor dan bij Big Bazaar. Dan zijn ze goedkoper, want ze zijn hier 2,5. Ja, dat dus. Heel. Nou ja, jij bent ook overal. En dan wil ik die weer hebben. Zo. Zo. Zit jij overal, schat? Nou, dat doe je goed. Nou, lieve vrienden, we zijn weer bij de kassa, dus we gaan weer afsluiten met het blik op de mergpijpjes en andere lekkernij. Ja, heerlijk, maar niet altijd, nee. Ik heb gewoon nou mani, ja, een snoep mani, nou dat moet kunnen. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ja, ik ben bezig, tenminste, het programma is bezig om de vlog te uploaden naar de computer toe. Ja, en uiteraard ben ik mijn lieftallige dochter aan het volgen, op de voet, ja. Nauwkeurig tot op de 5 meter, ze is weer onderweg hier naartoe en het is al reeds 23:37, kan ik niet nagaan, dat loopt alweer tegen middernacht. Ook heb ik de keuken al schoon, terwijl dat uit zichzelf allemaal gaat doen, dan kan ik dat ook doen, weet je, dus... De keuken is tot zover weer schoon. De vaatwasser die draait. En die heb ik nou op eco staan, homeblok. Ja, dat duurt even goed, nog 2 uur en 22 minuten. Jo.
Normaal heb ik hem op de pannetje staan. En ook staat hij op de E van de eco. Dus ja, ik ben benieuwd wat dat scheelt. Ik snap dat niet. Wat er scheelt. Nee, ik kan niet weten. Maar ja, het zal allemaal wel. Maar ik moet alweer een nieuw batterijtje in mijn tripod doen. Ja, alweer. Die vreedbatterijen. Ik denk dat ik niet de goede erin heb. Ik weet het niet. Geen verstand van. Dus, want die erin zat, die heeft een hele tijd meegedaan. En nou, ja, gewoon deze. Nou ja, dat zit zomaar op. Binnen een week doet hij het dan niet eens meer. Ik kan drukken wat ik wil, maar dat doet het niet meer. Nee. Dus ja, dan maar bovenop de camera zelf. Ik weet het anders ook niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik ga straks ook brood klaarmaken voor morgen onderweg. Want ja, we gaan zover ik weet rond een uur of 11 klaarstaan. Volgens Madonna Cadiaro in die auto die onderweg is naar de Helder. Moet ik om 11 uur klaarstaan morgenochtend. Ja, ook dat nog. En ik moet brood meenemen, ik moet geld meenemen. Ja, nog geld heb ik toch altijd wel bij me. Maar ook broodjes, ja. Nou ja, ik heb bijna dat nooit bij me, want ik heb nooit niet zoveel zin om te eten als ik onderweg ben. Nee. Maar ja, wie ben ik? Maar in ieder geval, ik zal weer even een nieuwe batterij erin doen. En ik ga ook gewoon het kaartje erbij houden. Want stel je voor dat het zo ineens naar veel bedieningen weer, hè? Ja, je weet het maar nooit. Maar ja, ik geloof dat ik toch eens betere batterijen moet hebben. Want dit kost ook maar ja, 1,29, 1,39. Wat houdt dat in? Ik dat niet weten. En dat is Chinees. En dat is Nederlands. Oh, in Nederland is het 1,29 euro. Ja. Dus, dat dus. Nou, 3 plus power. Ja. Nou, ik zal zien, ik zal eens een Karin vragen of er ook sterkere zijn. Ik dat niet weten. Of nog betere dan deze. Ja. Maar dat komt goed. Ik hou gewoon volgende moed. We gaan er gewoon voor. We gaan het leuk houden en leuk doen. En ja, ook heb ik een aantal X-vragen gehad van onze lieftallige Mirjam Eleveld. En die woont ook in ver weg Pakistan, zeg ik dan altijd. Moet ik even opzoeken. Jij ook even sluiten. Tenminste, minimaliseren. Jij minimaliseren. Jij kan wel sluiten. Ik ga even kloeren. Noord-Afrika, Tunis. Daar woont ze. Maar het is een Nederlandse tante, hè? Ja. Ik zeg het tegen de meisjes van tante Mirjam. Ja. Want ze, dat is ook een trouw volgster van ons. Ze moet altijd lachen, vooral om Rijka. Nou ja, moet kunnen toch? Dus ja, dan ben jij weer eens eventjes in mijn mond, lieve schat, Mirjam. En nou ja, we gaan er mee proberen te doen. Ja, dat komt allemaal wel goed. Ik zal er antwoorden op gaan geven. Ja, in vlogs, ja. Dus, maar dat wordt wel heel erg goed nadenken. Want jeetje Maria, goeie genade. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Er zijn een paar dingen wel wat makkelijk is, maar ook een paar dingen, nou daar heb ik het liever niet over dan wel. Ja, dat laat ik dan in het midden, zeg ik maar. Maar ja, oké, lieve schat en lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder. Ik kom straks nog wel even retour om wel terug te wensen, want zover ben ik nog niet. Nee, ik zou zeggen, tot later. Ja, moet jij ook even wel terug te gaan wensen of zo. Hé? Wou jij ook even wel terusten wensen? Ja? Oh, nou dat mag. Ja, ga je gang. Moet je daar kijken. Zeg je dag allemaal. Wij gaan naar bedje toe. Want we zijn moe. Ja? We zijn moe, zeg maar. Hé? Ja, en morgen weer een nieuwe dag, oftewel straks. En vrouwtje moet er vroeg uit. En wij ook, want we moeten eerst nog lopen, zeg maar, voordat we
voordat vrouwtje weggaat, ja. Dus ja, dat dus, hè? En Boefie, och, gelukkig nu. Nou, toe maar. Rustig, moet jij ook even? Nou, kom dan. Nee, wat willen we nou? Wat willen we nou? Nou, kom dan. Zometeen nog een snoepje. Ja, zometeen nog een snoepje. Maar oké, ze krijgen zometeen nog een snoepje voordat we naar boven gaan. Ik moet toch nog een kruik klaarmaken, want anders kan ik niet slapen. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En ja, gewoon tot aan de andere kant van de nacht. En je weet, God houdt de wacht. Oké, dus ik zou zeggen, slaap lekker. Doei! Things in life are free.